eigenlijk als jarenlange inwoner, eerst en vooral. Maar ook om de reflex vanuit de jongeren, vanuit de jeugddienst, een beetje te bewaken en een beetje te kijken wat we kunnen mee inbrengen in de city. Wat een zeer mooi project is, omdat dat is toch wel een groene long van onze stad, buiten dan het stadspark en dan City Demervallei. Dus ik hoop dat we er samen iets heel mooi van gaan maken. Dat gaat ongetwijfeld wel lukken. Jongeren die hebben het recht om te hangen en ik hoop gewoon dat daar rekening mee gehouden wordt. Het hoeft voor mij niet per se ingericht te worden of heel hard ingezet te worden op die jongeren. Ik hoop gewoon dat er bewust van is dat jongeren daar gaan hangen en dat daar ook uiteraard wel wat respect voor is als jongeren, allee, wederzijds respect voor gaat komen in de toekomst. Het zou heel fijn zijn, zeker voor de jongeren, als ze echt op de Orleansteur konden zitten of konden verblijven. Dus dan zou ik daar eventueel een vlag planten.